ik ben Jaloen. Ik ben vandaag in het WKZ. Gaan jullie met me mee? Voordat je naar het WKZ komt, kun je op de website filmpjes bekijken en opzoeken waar je heen moet. En dat is fijn, want zo weet je al een beetje wat je te wachten staat. Hoi, ik ben Jaloen. Hoi Jaloen, fijn dat je er bent. Voordat je naar de dokter gaat, vindt hij het fijn als we je lengte en gewicht meten. Dus je mag met mij meelopen naar de meet- en weegruimte. Mag je het schuin en je laarzen uitdoen? Hier zijn we in de meet- en weegruimte. Lengte, gewicht en de bloeddruk worden hier gemeten. Vaak is het zo dat de arts ook het bloed wil onderzoeken. En dan wordt er een toverzalf gesmeerd, zodat je zo min mogelijk voelt van het prikken. Zo Jaloen, dankjewel. Mag je nu nog even wachten in de wachtruimte? Kom maar mee. En dan komt de dokter zo bij je. Jaloen. Hoi. Komen jullie verder? Je mag hier naar binnen. Nou Jaloen, welkom in de spreekkamer. Hier kan ik met jou praten en met je moeder. Ik of een andere dokter. Dan kan ik vragen stellen over hoe het met je gaat. Kunnen wij ook vragen stellen? Ja, jullie kunnen ook vragen stellen. En dan geven we daar de antwoorden op die daarbij horen. Zeker kan dat. Ja. En alle antwoorden die je geeft, dan zit ik hier weer vaak in de computer, zodat we het goed kunnen onthouden. Nou, we kunnen je ook nog nakijken als het moet, hè? Dus voor een lichamelijk onderzoek, dat kan daar, op de onderzoeksbank. Maar dat is niet altijd nodig. Nou, en als je nou nog bloed moet laten afnemen, Jaloen, dan doen we dat op afdeling Egel. Dat is hier vlakbij. Oké, bedankt. Via het patiëntenportaal kun je zelf de uitslagen van de onderzoeken bekijken. Bij je volgende afspraak zal de dokter de uitslagen ook met je bespreken. Meer informatie over het patiëntenportaal kun je vinden op de website van het WKZ. Nou, mijn bezoek aan het WKZ zit erop. Tot de volgende keer!